dat je kijkt eindelijk uh, hebben we nu een keer het initiatief opgenomen om te gaan reageren op eigenlijk een enorme massa mailtjes die binnengekomen zijn sinds januari dit jaar 2021 over hoe zit dat nou met wouter en micha en joost um, de ene keer krijgen we een mailtje van uh, is er nog samenwerking met? Um, wat is er gebeurd? Of uh, waarom heb je ze weggestuurd? Heb je ze wel weggestuurd? En ga zo maar door. Nou, ik wil proberen rustig in deze korte, zo kort mogelijke video, even duidelijk te maken hoe het nou precies zit met weesdeweerstand.nl en de rest. Weesdeweerstand.nl is een particulier initiatief, begonnen in februari 2020. We zijn dus ruim een jaar bezig. Met een groeiend, inmiddels, team, maar met een heel klein team begonnen. Gaandeweg, als je je dus begeeft op het terrein van het bekritiseren wat er in Nederland vanuit de overheid gebeurt, om het maar even heel kort samen te vatten. Uh, dan krijg je te maken met allerlei andere mensen die dat ook op hun manier doen. Net als wij dat deden en nog steeds doen. Zo ontmoette ik onder andere Wouter. Uh, we gingen dezelfde berichten posten, we, we deelden berichten en zo, zo. Zo is dat eigenlijk gestart. We zijn gaan graven in, uh, in allerlei zaken, waarvan je een heel aantal video's nog kunt terugvinden. Een heel groot. Wellicht groter aantal is voortdurend verwijderd door YouTube, door zelfs Rumble en Bitshoot. Complete kanalen van ons zijn verwijderd. Omdat er bepaalde onderwerpen werden aangesneden, de waarheid mag niet boven water. Nou, enzovoort. Je weet het allemaal. Als je ons een beetje hebt gevolgd, dan hoef ik dat allemaal niet uit te leggen. Voor de mensen die nou voor het eerst een video van mij of van ons als wezen weerstand zien, dat is er dus aan de hand. Hè? Je. Je ageert op uh, zaken die het licht eigenlijk niet kunnen verdragen. Maar dat mag niet. Uh, dat schendt je de community richtlijnen van YouTube, enzovoort, enzovoort. Daar gaat deze video nou even niet over. We gaan even focussen op wat ik tot nog toe niet duidelijk genoeg heb. Uh, ja, gemeld of uh, omschreven heb, hoe je het noemen wil. Uh, ik ga dat nu gewoon. Zonder omhaal van woorden, gewoon recht voor zijn raap. Zeggen zoals het is. Ja, immers wat, uh, wat, wat moet je anders? Zeg gewoon hoe het is. Joost, Micha en Wouter. Met wie Wees de Weerstand. Uh, lange tijd heeft samengewerkt. Ik denk alles bij elkaar dat je misschien uh, drie kwart jaar uh, zit. Zoiets. Uh, Wees de Weerstand heeft. ervoor gezorgd dat uh, ze staan waar ze nu staan. Dat kan ik gewoon vaststellen. Dat is een feit. Wij hebben alle promotie gedaan. We hebben alle video's in het begin gemaakt. Uh, uitgezonden. Ons hele netwerk opengesteld om het te verspreiden. Uh, en ga zo maar door. Ontzaggelijk veel werk. Met een heel team is daaraan te pas gekomen. Even nog los van het uh, door het land uh, reizen. Het, uh, nou, dat wil ik toch ook noemen. Het interviewen. Het niet alleen interviewen, maar het uh, ja, intensief begeleiden van mensen die door Wouter werden aangedragen. Er werden verschillende mensen aangedragen door meneer Wouter. Die wij dan gingen interviewen. Waarin we vervolgens in allerlei ingewikkelde zaken door terecht kwamen. Wat heel veel druk op een team heeft gezet. Ook op mij persoonlijk. Goed, dat is allemaal prima. He, je doet het niet voor niets. Je weet dat je uh, je begeeft op een bepaald terrein. Uh, waar heel veel tegenstand is. Waar, uh, waar je uh, dingen niet, niet mag melden enzovoort enzovoort. Maar waar ook, zo bleek dan gaandeweg. heel veel dingen gewoon van geen kant kloppen. En dan heb ik het niet over dat het deep state is. Dat het allemaal, uh, allemaal zulke verschrikkelijke zielige mensen zijn en zo. Nee. Een rode draad was op een gegeven moment, en dat blijkt pas als je daarmee aan de slag gaat: dat de mensen die zich um, benadeeld voelen, en dat ook vaak zijn, door uh, bijvoorbeeld corrupte rechters, advocaten, uh, psychiatrische inrichtingen uh, noem maar op dat elk verhaal twee kanten heeft. Maar omdat je dus bezig bent om zaken te ontmaskeren, zoals het weerzinwekkende kindermisbruik, wat er absoluut is natuurlijk in Nederland, waarvan heel de wereld tot in Amerika toe mensen die daar enige onderzoek naar hebben gedaan, weten dat in Nederland ongeveer dat je een soort hoofdkwartier hebt waar deze vuile rotzooi vandaan komt. Maar dat betekent niet dat iedereen die dat roept. Van uh, kindermisbruik en uh, satanisten, pedo-staat, uh, dat iedereen die dat roept, dat die dus zelf helemaal in orde is. En wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik het volgende mee: dat je dus op een gegeven moment in een soort maalstroom terechtkomt van mensen die niets anders meer doen dan het naar neerhalen, neerproberen te halen. Van anderen waarvan zij compleet overtuigd zijn dat dat uh, de slechte rikken zijn. Ik weet dat ik me nu op heel gevaarlijk terrein begeef. Maar mijn uitgangspunt is niet om slechte rikken kapot te maken. Hoe bizar het ook mogen klinken. Mijn uitgangspunt is om ergens uit te komen. Namelijk uit de greep van het kwaad in Nederland. Hoe. Kom, komt Nederland uit de greep van het kwaad waarin het nu vastgehouden wordt? Welke weg ga je daarvoor bewandelen? Welke strategie heb je? Is dat puur explosief vanuit je eigen boosheid reageren, ageren en om, tot in het oneindige alles en iedereen? Uh, waarvan jij overtuigd bent dat ze slecht zijn. En wellicht zijn ze dat ook. Dat maar ex blijven exposen en blijven hameren erop enzovoort enzovoort. Het Red Pill Journal. Met duizenden kijkers en volgers. Nou, gefeliciteerd. Laat mij nu even zien wat uh, al de resultaten, de doorbraken zijn. De daadwerkelijke structurele oplossingen. Die daaruit voortgekomen zijn of gaan komen. Wat is het plan? Wat is de strategie? En wat is het uiteindelijke doel? Iedereen kan natuurlijk vinden en doen en laten wat hij wil. Alles heeft bijbehorende consequenties. Dat zien we in de hele wereldgeschiedenis. Maar op het moment dat jij jezelf of je organisatie of weet ik veel wat gaat profileren als zijnde christelijk, dan heb je dus een hele grote verantwoordelijkheid op je genomen, aangezien jij dus jezelf als, laat ik zeggen, kind van God presenteert. Van de allerhoogste autoriteit die er ooit heeft bestaan, ooit zal bestaan en bestaat. Daar profileer jij jezelf als zijnde vertegenwoordiger, kind van, wanneer jij dat doet onder de noemer christen. Of christelijk, of gelovige. Dat geeft je dus direct de verantwoordelijkheid om te beginnen bij jezelf. Immers, als je het hebt over christelijk, dan heb je het over het woord van God, de Bijbel. En dat is van het eerste lettertje tot het allerlaatste lettertje ingeschreven door mensen die zelf met God leefden, dat het allereerst gaat om jouw persoonlijke eigen hart. En dan wel in die zin dat je een nieuw hart nodig hebt. En nee, dan heb ik het niet over dat pompje wat hier zit. Dat noemen we de natuurlijke fysieke wereld. En ik ga in deze video helemaal niet religieus uitweiden. Want dat is ook weer de directe, totale, uh, cruciale fout. Misverstand, verwarring. Het moment dat je het woord christelijk of God noemt. dan flippen mensen meteen in de modus. oh, het gaat over religie. Nee, het gaat hier over het tegenovergestelde van religie. Religie. is door mensen bedacht. om. zich te verheffen. tot het niveau van God. Als ik het zo even heel kort kan omschrijven. De mens moet allerlei dingen doen en laten om in een goed blaadje te, te kunnen staan bij God. Dat is religie. Menselijke inspanning. Dat is nou precies waar de hele Bijbel van A tot Z een einde aan wil maken. Jazeker. Aan religie. Jezus Christus kwam niet naar de aarde. Om religie te stichten. Hoe? Schok. Waar kwam hij wel voor? Hij kwam om de relatie tussen God en de mens te herstellen. En daarmee tussen alle mensen. Van alle afkomst, van alle kleur, van alle religie. Ja, hij zei het. Van alle religie. God houdt net zoveel van Hitler als van Sinterklaas. Omdat zijn liefde onvoorwaardelijk is. Die wordt niet vermeerderd of verminderd door wie jij bent. Die wordt wel, die kan wel worden geblokkeerd door wie jij bent. Maar dat ligt dan aan jou en niet aan God. Want hij is dezelfde. Hij is de enige... Die rechtmatig kan zeggen ik ben die ik ben. Ieder mens die dat over zichzelf zegt, is daarmee per direct ongeloofwaardig. Gedisqualificeerd. Want je bent helemaal niet wie je bent. Jij verandert elke minuut: niets zo veranderlijk als een mens. Terwijl God was, is en zal altijd dezelfde blijven. Ongeacht wat de mensen op de planeet uitvreten. Sodom en Gomorrah, volledig tegen alles wat God bedoeld, bedacht, geschapen heeft, is dan ook volledig vernietigd. Niet omdat God dat ze leuk vindt, nee, omdat ze zichzelf vernietigen. Zonde, zoals de Bijbel alles noemt wat ingaat tegen de wil van God, betekent je doel missen. Als mens, jij persoonlijk die nu naar deze video zit te kijken, als jij niet opnieuw bent geboren vanuit de geest van God, zoals God dat zelf heeft ingesteld om relatie met de mens te krijgen, te herstellen, dan ken je Hem dus niet. Ben je dus niet in staat om te voldoen aan het Niveau, aan de standaard, aan de, zeg maar, noem het maar voor mijn part, regels of eisen, weet ik veel hoe je het noemen wil. Je kunt niet bij God komen. Je kunt Hem niet leren kennen. Dat kan alleen door Jezus Christus, die de allerhoogste prijs, namelijk met zijn eigen leven, 100% onschuldig zonder zonde, voor jou heeft betaald. Zo. Dat gezegd hebbende, mogen duidelijk zijn dat dat dan ook het perspectief is, het uitgangspunt, het fundament is van weesdeweerstand.nl en alles waarmee we ons bezighouden, elke uitzending, elke opname, elk artikel, alles. Maken wij fouten? Natuurlijk. We zijn en blijven mensen. En dat is nou precies de religieuze geest. Die zit altijd te vissen naar fouten, omdat hij nog steeds denkt dat het maken van fouten iemand disqualificeert die christen is. Ik zal je zeggen: Het gaat er bij God niet om hoe vaak jij op je muil gaat. Het gaat daarom hoe vaak je opstaat en met Hem doorwandelt. Dat is waar het allemaal om draait. Het gaat om de status van je hart. Ben je opnieuw geboren. Twee mensen, die kunnen allebei exact dezelfde handelingen verrichten. De een gaat daarmee naar de hel en de ander naar de hemel. Dat snap jij niet. Als jij alleen maar verstandelijk de zaken kunt benaderen. Als je niet. Denken vanuit de geest van God die in jou woont. Openbaringskennis. Daar heb ik het over. Als een drugsverslaafde vandaag, die misschien jarenlang zwaar verslaafd is geweest aan de heroïne, voor zover dat al mogelijk is zonder dood te gaan, als die vandaag zijn leven. Uit handen geeft, de controle over zijn leven uit handen geeft aan Jezus Christus. opnieuw wordt geboren vanuit de geest van God. dan zijn die mensen, en dit gebeurt heel veel hè. In, vaak in één klap, bam, verlost van die verslaving. Maar het kan ook zijn dat het een proces is. Dat ze begeleiding nodig hebben, dat er een tijd overheen gaat voordat ze daar helemaal los van komen. Echter, op het moment dat je je leven uit handen hebt gegeven aan Jezus Christus, ben je gered. Is je ziel voor eeuwig gered en onderweg naar de hemel. Iedereen. Die niet door Jezus Christus persoonlijk is gered, is al verloren. Je bent al verloren zonder God. En Jezus is de enige weg. Niet Mohammed, niet Boeddha, niet wat voor spiritualiteit dan ook. Het is allemaal misleiding. En waarom? zien we zo ontzettende toename van deze misleiders omdat de tijd die de satan de bron van alle kwaad nog heeft voordat hij voor eeuwig wordt uitgeschakeld heel kort is daarom wil hij nog zoveel mogelijk mensen meesleuren de eeuwige dood in De Bijbel, het woord van God, noemt dat de tweede dood. De eerste dood is dat je lichaam ophoudt te leven. Je menselijke lichaam, je tent waarin je wandelt zolang je op de planeet bent. Maar dan, ben jij een kind van God? Is jouw ziel dus gered? Staat jouw naam in het boek des levens? Zoals de Bijbel dat beschrijft, dan maak je nooit een tweede dood mee. Dan verlaat je slechts je aardse lichaam. Het enige wat er verandert is je adres. Zo is het. Dat zijn de feiten, mensen. Dat zijn geen sprookjes om je bezig te houden. Dat zijn geen fabeltjes om je te sussen. Dat is geen manipulatie van een kerk. Dat is de keiharde werkelijkheid van leven en dood op aarde. En in de hemel. En in het hiernamaals dus. Dat is de werkelijkheid. En dat is wat de mensen nodig hebben, moeten horen. Want ieder mens heeft een vrije wil gekregen om zelf te kunnen kiezen. En het eerste waar je tussen dient te kiezen als mens. is voor Jezus Christus of tegen Jezus Christus. En daarmee wordt je leven tot in de eeuwigheid bepaald of je dood. Dat zijn harde woorden, dat zijn, dat zijn krachtige woorden en dat is ook de waarheid. Want Jezus is de weg, hij is de waarheid en hij is het leven. En voor zover dat als een religieuze gekte op jou overkomt, ben jij dus verloren. Dan ben je al verloren. Niets heeft enige zin in je leven. Dat is ook de reden waarom je ten diepste, als je helemaal alleen bent, als je met niemand praat waar je een masker voor kunt doen, alsof het allemaal zo geweldig gaat, alsof het, ja, uitstekend kerel. Als dat allemaal wegvalt, alleen in je kamertje. Wat je dan denkt, wat er dan in je omgaat, dat is het enige wat er in je leven toe doet. Al het andere circus, allemaal circus, toneel, vergankelijk van voorbijgaande aard. Wat baat het een mens de hele wereld te winnen, maar schade te lijden aan je eigen ziel? En daarom, dames en heren, hebben Joost, Micha en Wouter een andere richting genomen. Op het moment dat ik Jezus Christus opnieuw vooraan ging stellen in het complete beleid van weesdeweerstand.nl. Concreet voor en tijdens een uitzending gehouden in januari. Ik zal daar nog eens wat beelden van terughalen. Daar heb ik gezegd: vanaf nu. Stoppen wij met het graven naar hoe slecht de duivel is? En wij geven volgas in het, laat ik het maar noemen, het onderzoeken van hoe goed God is. En dat vervolgens te gaan delen. En dat betekent niet dat ik ontken dat de duivel bestaat en alles. Wat er aan zijn kant gebeurt. Nee, dat betekent dat ik gekozen heb om me niet bezig te houden, niet te laten beïnvloeden door die kant. Niet meer, het is genoeg geweest. Want er is een tijd van onderzoeken hoe de vijand in elkaar steekt, wat zijn strategie is en hoe die dat aan het uitrollen is. Want anders heb je daar niks over te zeggen. Dan kan je kerkje lopen spelen. Dan kan je vanaf het podium van je kerk de mensen gaan voordoen dat ze gevaccineerd moeten worden. Omdat je volledig blind bent. Omdat je volledig geen enkel onderzoek hebt gedaan. Dat kan dan gebeuren. En dan mensen als ik, die ga je dan als complotgekkie bestempelen. Hoe krankzinnig. Niks nieuws hoor. Gebeurde al in de tijd dat Jezus hier op aarde was. De grootste problemen had hij met de religieuzen. De fariseeërs, de schriftgeleerden. Daar had hij voortdurend problemen mee. Niet met uh, bezetenen. Niet met zieken. Zelfs niet met overledenen. Die wekte die op uit de dood. Ja, zieken werden genezen. Blinden gingen zien. Lammen gingen lopen. En ik zei gingen. Maar ik moet zeggen. Ik moet zeggen, blinden gaan zien. Lammen gaan lopen, want vandaag de dag, 2021, gebeurt dat nog steeds. Dagelijks, wereldwijd. En dat mag jij niet zien en dat mag jij niet horen. Want dat is geen slecht nieuws. Je mag alleen maar negatief nieuws horen. En wat denk jij nou? Als jij de hele dag in de zon zit. Wat straal je dan uit? Of als je de hele dag in het donker zit. Wat straal je dan uit? Mensen het is zo simpel en tegelijkertijd maken mensen het zo moeilijk. Pedofiel. Kijk Jaap van Dissel op zijn fiets. Ja, ik heb toevallig heb ik Drie minuten gekeken van een van die Red Pill-journaals de afgelopen dagen of zo. Ik kijk er helemaal nooit meer naar. Never. Waarom niet? Omdat het fundament niet deugt. Hoezo ga jij een Bataafse republiek opzetten terwijl jouw ziel verloren is? Hoe weet ik dat je ziel verloren is, omdat je niet één seconde aandacht schenkt aan het werkelijke nieuws wat de mensen moeten horen? Het echte nieuws is dat Jezus Christus leeft. Vandaag, hier en nu. Hij is niet daar, hij is niet daar, hij is niet ver in de hemel, hij is hier en nu. Zolang er nog echte christenen, kinderen van God op aarde zijn, zolang, zeg ik, want heel lang gaat dat niet meer duren. Maar zolang dat het geval is, kun je God op deze planeet nog leren kennen. Niet vanwege die mensen die Hem al kennen, wellicht wel door die mensen, maar vanwege het feit dat de geest van God in die mensen woont. En het grootste event, dames en heren, wat er aan zit te komen, is dat God zelf, de schepper van het universum, van de mens, van alles wat leeft, gaat zijn geest, de Bijbel noemt dat de Heilige Geest, zijn geest, de enige, laat ik het zeggen, onderdeel wat op de aarde is waardoor je God kunt leren kennen, dat is de Heilige Geest van God. God is geest en wie Hem aanbidden, die kunnen Hem alleen maar aanbidden. In geest en in waarheid. De rest is een leugen. Een misleiding om je juist daarvan af te houden. Om je juist van hem af te houden. Hij is een persoon die je kunt leren kennen. Een persoon met emoties. Een persoon kan denken. Een persoon kan empathie hebben maar een persoon kan zich ook van je afkeren. Kijk, nou wil ik een video maken over de positie van de weerstand ten aanzien van de heren Wouter Micha Joost en ik kom toch weer op Jezus Christus terug. Deze mensen die hebben bewust doelbewust de keuze gemaakt om zich niet met Jezus bezig te willen houden. Daar willen ze niets mee te maken hebben. Dat is letterlijk zo gezegd, zelfs nog tijdens een uitzending. Nadat ik namens Wees de Weerstand had aangekondigd, en ik ben ook een keer in die uitzending ben ik uh, uit mijn slof geschoten op een gigantische manier. En dat is niet goed geweest. Dat praat ik ook niet goed. Ja, ook ik maak natuurlijk fouten. Net als iedereen. Maar het gaat niet om fouten maken, of wie er de grootste fouten maakt. Het gaat erom, wat is je status, wat is je motivatie, waar ga je naartoe, waar ben je naar onderweg? Hoe is je hartsgesteldheid? Het woord van God zegt ook, behoed je hart boven alles wat er te behoeden valt. Want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Het gaat allemaal om je hart, en je hart die kan zich wel um, bewogen voelen met uh, andere mensen. Maar de Bijbel zegt nog iets anders over je hart. En als ik zeg de Bijbel, dan heb ik het over het uitgangspunt het paslood, zo je wilt. Als jij een muur gaat behangen, dan hang je een draadje op met een zwaar ding daaronder, zodat je weet dat je banen recht gehangen kunnen worden en dat is jouw uitgangspunt dat paslood. En zo heb je als mens levende op de aarde heb je een paslood nodig om aan te meten wat goed en wat niet goed is voor jou persoonlijk en de mensheid in zijn geheel. En dat noemen we het woord van God. Daarom heeft God Zijn Woord gegeven. Daarom zegt God in Zijn tien geboden: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. En daarin zijn alle geboden besloten: niet stelen, niet liegen. En dan denken mensen: ja, als ik dat doe, oh, dan ben ik dus goed en uh, klaar. Nou, als jij. Zo'n klein beetje eerlijkheid in je donder heb en je kijkt in de man in the mirror in de spiegel, dan zie je dat je voortdurend faalt. De eerste mens na Jezus Christus, die in zijn hele leven nooit een fout maakt, moet nog geboren worden. Jezus was zonder zonde. Maakte nooit één fout. Niet één. Hij werd afgeslacht door de mensen die explodeerden van de fouten en de zonde en de slechtheid. En heeft daarmee de prijs betaald voor jou en voor mij om weer in open relatie met God te kunnen komen. Om nog van binnenuit weer veranderd te kunnen worden naar hoe God wil dat je bent. Een van de eerste regels in de Bijbel. En God schiep de mens naar zijn beeld. Wij lijken op Hem. En Hij heeft iets in ons geschapen wat alleen maar door Hem gevuld kan worden. En omdat mensen die plaats in hunzelf proberen te vullen met allerlei rotzooi in de wereld, en of dat nou muziek is, of drugs, of alcohol, of ander vertier, seks, drugs, rock en roll. Ga maar, doe maar. Op een gegeven moment ben je helemaal op en oud en uitgeblust. En ook het maar blijven ageren, het maar blijven veroordelen van uh, het slechte in de wereld en het uh, aan de kaart blijven stellen van al de slechterikken en daar voortdurend obsessief mee bezig blijven, dat kan ook zo'n misplaatste invulling zijn, een soort verslaving. Niet in staat om je eigen fouten en tekortkomingen onder ogen te zien en daarmee te dealen, want je zal ermee moeten dealen, vroeg of laat. En dan mag je nu hopen dat het niet te laat is. Dat je nog op tijd Jezus Christus aanvaardt in je leven. Dat is de enige redding. Anders sta jij op een gegeven moment voor de troon van God. En dan is het waarom zou ik jou toelaten in de hemel? Of anders gezegd. Dan ren jij van die hemelpoort vandaan, omdat je het licht wat daarvan uitgaat niet kunt verdragen, net zoals je nu al aan het rennen bent van de waarheid die ik jou vertel. Want als jij dit allemaal niet kan verdragen, hoe wil jij het dan verdragen in de hemel waar alles perfect is en goed is, beter dan ik zelfs maar kan omschrijven? Dat kun je helemaal niet verdragen, want je kent God helemaal niet en hij jou dus ook niet. Dus als je daar niet mee begint, waarmee? Bij jezelf. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Of liever gezegd, verbeter de wereld, begin bij Jezus Christus. In jouw leven toe te laten. Ja, maar die pedofielen. En ja, maar Mark Rutte. En ja, maar Hugo de. Ja, daar is ook een plaats voor. Ja, als jij gewoon dagelijks, of wanneer je dat in je relatie met God kunt verantwoorden. Bijvoorbeeld op social media, daar is even flink wat waarheidsserum onder post. He, als er zo'n Hugo de Jonge op Facebook weer zit te promoten dat hij uh, de volgende vaccinatiefase ingaat en dat er zoveel duizenden boven de 60, bla bla bla. Nou, dan zet je daaronder van: uh, uh, Dit is het uittreksel van de inhoud van het uh, vaccin van Pfizer. Prima. Ik zeg niet dat dat allemaal niet moet. Ik zeg dat het allemaal uiteindelijk niet de oplossing is. De oplossing begint in je eigen hart. Als je als mens zelf niet bent gered. En ik heb het niet over New Age. En ik heb het niet over transcendente meditatie. En weet ik van wat voor vage shit allemaal. Ik ben doodziek van al die New Age bullshit. Misleidende bagger. Vage. afleidende leugens. Dat, dat is het. Het is één grote leugenmachine die gewoon op volle toeren draait om, om zich voor te doen als een engel van het licht, zodat je daar achteraan gaat hollen. En nooit tot erkentenis van de waarheid komt. En de waarheid is Jezus Christus en Hem gekruisigd voor jou. En door jou, door jouw zonde, is Hij aan dat kruis geslagen. En wordt hij nog dagelijks aan dat kruis geslagen, zolang jij hem niet hebt aangenomen als enige redder en verlosser? En dat zichtbaar wordt in je handel en wandel. Want jij kunt daar je, je, je laten dopen in de Noordzee, met een feest eromheen en bla bla bla. Maar als het eerst voorafgaande daaraan niet in jouw hart heeft plaatsgevonden, die wedergeboorte. Doordat jij op je knieën bent gegaan, mensen roepen van: ja, het kruis, het kruis. We uh, hebben helemaal geen idee waar je het over hebt. De Bijbel zegt: neem dagelijks je kruis op. En wat betekent dat kruis? Dat kruis betekent dat jij daaraan moet hangen. Jouw vleeselijke denken, jouw natuurlijke mens. Alles wat voortkomt uit jouzelf, je eigen ik, je ego, je natuurlijke zelf, zoals je geboren bent vanuit je moeder op aarde, moet dood. Oh, nou, die, nou zegt hij wel hele rare dingen. Ik zeg precies wat het woord van God zegt. Met Jezus Christus ben ik gestorven en met Hem ben ik opgestaan. Niet meer mijn ik leeft in mij, maar Jezus Christus leeft in mij. Ik ben dood. Hij leeft nu in mij. Dat is het goede nieuws, mensen. Want anders zou er nooit verenige verandering in de wereld kunnen komen. Toen niet, in de middeleeuwen niet, in de Tweede Wereldoorlog niet en nu niet en nooit. Als het niet bij jou begint, als het niet in jouw hart begint, als jouw hart niet opnieuw door God wordt geplaatst, als je niet wordt geboren vanuit zijn geest, verander je niet van binnenuit. En als de mens zelf niet van binnenuit verandert, dan zal de wereld om hem heen ook niet veranderen, want die verandering komt door jou. En niet door hun. Niet door Mark Rutte die ineens verandert of wordt opgesloten. Pak de hele deep State maar op. Zet ze allemaal in Kwartanamo B. En wat denk je dan? Denk je dan echt serieus dat er binnen de kortste keren niet weer een andere club zit? De Batavieren, de Bataafse Republiek. Nou, gezegend ben je met je Bataafse Republiek. Allemaal onbesneden harten. Allemaal mensen uit eigen vlees bezig. Met allerlei demonische New Age-invloeden. Een demonisch teken op die zogenaamde vlag. Doodziek ben ik ervan. In de fik ermee. Opzouten ermee. Het is tijd voor de volle waarheid, dames en heren. En niet die onzin misleidende praatjes. om maar viewers en kijkers te trekken. zodat de kast blijft rinkelen. Ik kan je zeggen: op het moment dat ik, Jezus Christus. Heb gevolgd door koerswijziging in gehoorzaamheid in te voeren. Ik, ga, ik zeg dus niet dat het niet goed was wat we deden vanaf februari. Nee, we moesten doen wat we deden. We moesten die rabbit hole in. We moesten graven. We moesten onderzoeken wat er in bodegraven gebeurt. We moesten dat boven water halen. Hebben we gedaan. En toen zei God: en nu is genoeg, nu gaan we die kant op. En vervolgens gaan er drie mannekes, die eigenlijk alles aan weestweerstandssamenwerking te danken hadden, die gaan die kant op. En waarom? Licht heeft geen enkele bemoeienis met duisternis. Dat is de waarheid. Als jij in, het, in je kamer, waar het donker is, het licht aan doet, waar is die duisternis dan? Vraag je dat eens af. Die rent er vandoor, zoals jij er vandoor rent, omdat je verloren bent. Een kind wat snoepjes gepikt heeft of wat geld gestolen heeft uit zijn moeder zijn portemonnee, die verstopt zich. Zodat hij niet wordt betrapt. Maar het gaat hier niet over het stelen van een snoepje. Het gaat hier niet over Joost-Micha Wouter. Het gaat hier over leven en dood, dames en heren. En dan niet alleen van jou en mij persoonlijk, maar van een hele natie, van een heel land. 17 miljoen Nederlanders, daar hebben we het over. Die vanuit hun, nou, ik zal niet zeggen zelf gekozen, maar in zekere zin ook weer. is dat ook weer wel zo. Want waar je mee omgaat, word je mee besmet en wat je toelaat, daar word je door geregeerd. En het is nog altijd zo. Een volk krijgt de leiding die het verdient. Dus wat je tolereert, dat zal je overnemen. Ja. Wat je tolereert als jij je, je tienerdochters, zoontjes uh, laat rotzooien en laat doen waar ze maar zin in hebben. Dan kan je op een gegeven moment niet meer in je eigen huis wonen, dan nemen ze het over. Ja! En ga dan eens kijken, wie zijn die mensen? Dat, zeg ik, dat zeggen we al een jaar, hè? Ga eens kijken, wie zijn die mensen? Wie is die Jaap van Dissel? Maar kijk ook eens, wie is die migakat eigenlijk? Wie is die Joost Knevel eigenlijk? Wie is die Wouter eigenlijk? Hoe ziet dat persoonlijke leven er dan uit? Waar zijn dan de getuigenissen van Jezus Christus, wat hij in hun leven heeft gedaan? Waar zijn de verhalen daarover? Ja, de doopvideo spectaculair hebben we allemaal gezien. Maar waar zijn de vruchten? De Bijbel zegt: je herkent de boom aan de vrucht. En wat is de vrucht? De vrucht is het gevolg van het leven dat jij leidt in gehoorzaamheid aan de Geest van God. Zegt de Geest van God, nee Hans, het is niet goed om uh, uitzending na uitzending te maken om die mensen in een kwaad daglicht te blijven zetten. Want geef ze nou eens de gelegenheid om zich te bekeren. Bijvoorbeeld, ik noem maar even wat. Het kan iets heel anders zijn. Je hebt misschien een, uh, een afspraak op je werk uh, om hogerop te komen. En je zit je af te vragen, wat uh, moet ik tijdens het uh, promotiegesprek gaan zeggen? Nou, dan praat je met God. Dan vraag je God wat je moet zeggen. En dan leidt Hij de situatie dusdanig dat het niet uitkomt zoals jij dat wil. Immers, je had toch. Je kruis opgenomen, jij hing toch aan dat kruis, jij was toch dood en Jezus leefde toch in jou? Dus dan gaat er niet gebeuren wat jij het wil, dan gaat er gebeuren wat God wil. En aangezien God alleen maar het aller, allerbeste voor jou wil, is er dus niets beters dan dat. Dan wat? Dan Hem te volgen in. Wat we noemen gehoorzaamheid. En oh, 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 wat is gehoorzaamheid toch? Het allermoeilijkste voor de Nederlander. Ik weet niet waarom dat, dat woord neder ooit bedacht is. Maar niet omdat ze zo nederig zijn. Dat, is, dat kunnen we wel vaststellen, dacht ik. Maar ja, misschien omdat ze altijd onderkruipsel zijn. En dat je zelf aandoen. whatever mensen, duidelijk moet zijn dat Wees de Weerstand heeft uh, geen uh, geen Wouter Micha Joost weggestuurd sterker nog, tijdens die ene uitzending, uh, dat ik die dingen heel duidelijk heb gezegd, bijvoorbeeld uh, dat hele Q-religie daar kots ik van, daar wil ik nooit meer iets over horen, of het moet zijn in ontmaskerende zin ja en daar blijf ik bij tot op heden. Daar is dus al vastgesteld dat ze zelf een andere richting zouden kiezen. Zouden gaan kiezen. Dat hebben we gewoon op video. Um, voor wie dat wil, zet ik dat een keer online. Dus ik heb daar tegelijkertijd trouwens gezegd. Dat het niet gaat om hun weg te sturen. Dat het ook niet helemaal niet gaat om mensen de mond te snoeren. Maar dat het gaat om het beleid, de visie van Wees de Weerstand. Net zoals zij ook een visie hebben. Namelijk dat Jezus buiten de deur moet blijven. Dat je het niet over religie moet hebben. Maar dat je het alleen maar moet hebben over de pedo-staat. En, uh, en, en de ellende en noem alles maar op. En hoe smeuiger en hoe. Hoe, hoe heftiger je dat kan brengen, hoe mooier de mensen het vinden en hoe meer kijkers je hebt en hoe meer volgers je krijgt. Dat is nu wel gebleken. Vanaf januari de voord het voordeel van de twijfel gegeven. Ik dacht, ik laat ze los, ik zegen ze. Ga je gang. Maar. Er mocht, er, mocht, er mocht wel een hele mooie doopshow opgevoerd worden aan de strand van Scheveningen, om erbij te horen, blijkbaar. Nou, als er iets, niets uitwerkt om erbij te horen bij God, dan is het wel het opvoeren van een show, ook al noem je het dopen. Geen enkele show helpt daarbij. Sterker nog, geen enkele menselijke inspanning helpt daarbij. Wat voor inspanning dan ook, omdat God zelf al die inspanning heeft verricht en jij het slechts kan accepteren, laat ik maar zeggen liever mag accepteren. Het is puur 100% genade, dames en heren, dat we überhaupt Jezus Christus als zoon van God, als enige redder en verlosser. Mogen accepteren als mens in ons leven. Man, het is geen. Ik ga geen mensen zitten te overtuigen dat ze dat moeten doen. Je moet helemaal niks, man. Als jij naar de hel wil gaan, go your gang. Veel plezier ermee. Tot in alle eeuwigheden. Als je niet eens in staat bent om te beseffen. Ja, dat het aller, allerhoogste wat, wat een mens voor een ander mens kan doen, dat is zijn leven geven. Als je dat, niet, dat besef niet eens meer hebt, weg man, ga toch weg joh. Helemaal niks mee te maken, ga niet eens mee in discussie. Dan ben je echt van elke morel, moraal ben je dan verstoken. Je, je hebt helemaal geen besef meer van... Uh, wat ertoe doet. De hoogste, meest ultieme vorm van liefde is dat, jou, dat je je leven vrijwillig, je leven, hè? je leven. Je enige leven wat je hebt geef je vrijwillig. Voor een misdadiger, die het in jouw ogen misschien niet eens verdient om te leven, zodat hij kan leven, ga jij de dood in. Dat is de ultieme vorm van liefde. Mensen roepen liefde, dit, liefde, liefde, ja, uh, geduld en liefde, of weet ik van wat voor nonsens ze allemaal roepen. Het, de betekenis van het woord liefde is compleet weg. Als je het woord van God niet kent, als je God zelf niet kent, ik heb het over Gods woord, maar je moet de auteur van het woord moet je leren kennen. Je moet hem ontmoeten om überhaupt namens hem, om het maar zo te zeggen, te kunnen en te mogen spreken. Want dan zou de paus de wereld al lang ten goede hebben veranderd als hij God persoonlijk zou kennen. Dan had hij hele grote ingrijpende maatregelen kunnen nemen vanuit zijn positie. Mensen schreeuwen maar wat. Ze roepen maar wat. Om ergens bij te horen. Trump. Ik, ik, daar ben ik ook nog even wat over kwijt. Nog meer herrie. Nog minder volgers. Ja, klik maar vast. Ik, ik ga hier weg. Abonnee af. Kan je nu vast doen. Even pauze. Zeg je abonnement maar op. Blokkeer mij. Weet ik veel. Doe wat je moet doen. <laughs> Trump, hier komt hij. Laten we eens even. Ik ken de man natuurlijk niet persoonlijk. Het gaat niet om de man persoonlijk. Maar wat ik hierover ga zeggen is wat ik zie. Wat de feiten zijn. Nadat Trump gedaan heeft wat hij gedaan heeft. Feit is, dames en heren. Iedereen die dat natrekt, die kan dat. Die kan alleen maar dat concluderen. Feit is dat we met een wereldwijde vaccinatie-genocide te maken hebben. Waarin Amerika voorop liep. Warp Speed. Operatie Warp Speed. Zo snel mogelijk heel Amerika vaccineren met een vaccin waarvan eigenlijk al vast stond dat het dodelijk is. En dan wordt Trump neergezet als de grote redder, de grote Messias. Oh, hij is, nou is hij ook al tegen Trump. Uh, hij is zeker voor Biden. Allemaal van die domme, niet nadenkende koeien. Ik zeg het nog. De feiten. Kijk naar de feiten. Aan de vrucht herkent men de boom, niet aan de woorden die hij spreekt. Wat is het gevolg van jouw handel en wandel als jij in de positie bent van president van de Verenigde Staten? Weet je hoeveel macht je dan hebt? Ja, maar hij stond onder druk en hij werd eh, allemaal. Als hij dit niet had gezegd, dan, dan uh, had hij helemaal weg geweest en dit. Ben je nou een christen of niet? Ben je nou een kind van God of een kind van de duivel? Door wie word je geleid als je een kind van God bent? Door wie word je geleid als je een christen bent? Door wat de mensen aan druk op je leggen. Door het aantal volgers, door het aantal stemmen. Ja, maar dat is politiek en de hele wereld. Zo werkt dat nou eenmaal. En uh, Amerika is echt een vaccinatieland, veel meer dan hier. Allemaal bullshit excuses. Omdat men liever een mens aanbidt dan God. Het Gouden Kalf in de vorm van Donald Trump. En vervolgens zien we enkele maanden later ook Ivanka Pontificaal op de foto. Ja hoor, ik heb mijn vaccin. Mensen. Iedereen die enige belangrijke positie heeft, die een voorbeeldfunctie heeft. Of het nou een pastor is, of het nou een president is. Of een, een acteur of een zanger of zangeres. Boeit niet. Iedereen die met een spuit op de foto, op de video gaat, heb ik nul vertrouwen in. Meteen hele reputatie tot nul gereduceerd. Al was het maar omdat we inmiddels weten dat die spuitjes op beeld 100% echt lijken, maar in werkelijkheid 100% fake kunnen zijn. En als we dan zien wat de gevolgen zijn van de echte spuiten bij de mensen die er zogenaamd niet toe doen, die we pas in beeld krijgen nadat ze gevaccineerd zijn en daar of dood aan zijn gegaan of Dodelijk ziek zijn geworden. begint het al door te dringen. Wat was Hitler ook alweer van plan? Niet wat hij deed. Nee, wat was hij van plan? Wat waren zijn plannen? Ik weet niet of u dat ooit gelezen hebt, Mein Kampf. Het plan was. Om miljoenen mensen letterlijk uit te roeien. Dat was het plan. En de strategie was: alle Joden verzamelen en afvoeren via de gaskamers. Depopulatie. Alle, niet alleen Joden, hè? zigeuners, anderen die een, een zware last voor. Mein Kampf waren, die moesten worden geëlimineerd. En dan zijn er nu in de meeste landen meerderheden, massa's, die 100% weigeren zelfs maar te zien. Dat er mensen bestaan die zulke plannen hebben en uitvoeren. En dat het niet zomaar mensen zijn, maar dat dat leiders zijn van miljarden. Maar nee, we gaan het hebben over de pedofielen. Nou, moet je het niet hebben over die pedofielen? Mensen. Het heeft geen zin meer. De tijd is te kort. Mensen worden dagelijks vermoord door die vaccins. Dat moet als eerste nu gestopt worden. De mensen moeten het masterplan zien. Ze zien het niet. Ze zien alleen maar mondkapjes wel of niet. Oh, de horeca is gesloten. Oh, dat is onterecht. Oh, ze maken de hele samenleving kapot. Ze zijn met een verkeerd beleid. We moeten Rutte moeten we bijsturen. Want hij maakt de ene fout na de andere. Nee, hij maakt niet één fout. Dat is het hem nou juist. Hij doet alles precies zoals hij het moet doen. Omdat het in decennia lang is vastgelegd. Alles wat je nu wereldwijd ziet gebeuren. Denk je dat het toeval is dat er 200 landen allemaal hetzelfde aan het doen zijn? Omdat er een killer virus is wat iedereen overal ter wereld op, op straat dood doet neervallen. Of in de auto, de auto rijdt verder maar het mannetje achter het stuur hangt dood uit het raam. Hoe vaak heb je dat zien gebeuren? Iedereen zei nul keer. Iedereen wereldwijd. Nou, hoezo noem je het dan nog steeds een plandemie? pandemie? Pandemie. Hoezo, hoezo loop je dan nog steeds met je muilkorf? Hoezo is het uitgangspunt van alles wat je zegt en denkt, wat hiermee te maken heeft, dat er een virus is? Hoezo ga je daar dan nog steeds vanuit? In je beleid, in je discussies, in je gesprek bij de supermarkt. In de artikeltjes die je schrijft, die je post. overal ga je er nog steeds vanuit dat er een killervirus is. Terwijl je. de voorwaarden. die zouden gelden. voor het bestaan van zo'n killervirus. zoals dat 24-7 wordt gepromoot door alle media ter wereld. die bestaan niet. Als je, ik garandeer je, als jij je twee weken. Je, al je. Digitale communicatie uitzet, tv uit, radio uit, telefoon uit, alle social media uit, internet uit, geen enkele digitale communicatie, helemaal niet. En je gaat dan eens even de wereld in, twee weken. Dan ben je helemaal verlost van het idee dat er een killer virus bestaat, want je komt het namelijk nergens tegen. Alleen in de minds. En hoe komt het in de minds terecht? Door de media. En dan kun je roepen, ja de media is het virus. En dat snap ik wel. Maar weet je wat het echte virus is? Dat is het satanische masterplan wat erachter zit. Wat door de media heen bij jou naar binnen gepompt wordt. Dat is het echte virus. En daarom worden deze video's verwijderd. Je mag gerust... Ageren tegen virus, tegen pedo's kan ook nog wel een beetje. Maar als jij het gaat hebben over een nieuwe wereldorde masterplan. wat uitgevoerd wordt in samenwerking met het nieuwe vijfde generatie, zesde generatie en zevende generatie digitale draadloze netwerk. oeh, dan ben je gelijk weg. Sterker nog, je kan er al steeds minder over vinden op internet. Vorig jaar zag je nog wel een artikel hier en een artikel daar. Nu zijn de mensen al zo geïndoctrineerd dat ze je onmiddellijk voor gek verklaren als je het woord 5G in combinatie brengt met corona. Ik heb eens een test gedaan met het YouTube-kanaal wat we destijds nog hadden. Ergens vorig jaar. Daar heb ik twee minuten lang, heb ik alleen maar twee woorden uitgesproken. 5G Corona, 5G Corona, 5G Corona. Dat twee minuten lang en toen de video geüpload. Hoe lang dacht je dat die bleef staan? Nog geen twee uur. Automatisch verwijderd. Corona, corona, corona en dat twee minuten lang. Video bleef staan. 5G, 5G, 5G. Video bleef staan. Corona, 5G, corona, 5G. Video verwijderd. Artikel verwijderd. Brief van de advocaat. Politie aan de deur. Ga eens zoeken naar wie Jaap van Dissel is. Ga maar zoeken, ga maar googlen, Duk Duk, Dex, noem ze allemaal bij. Google vertrouw ik niet meer, geen probleem, pak je een andere. Zoek, 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 zoek en gij zult niet vinden. En dat, dames en heren, is het eerste teken aan de wand dat er niets klopt. Als er namelijk op internet niks over een persoon te vinden is, dan kan je er donder op zeggen dat het bewust, doelbewust, met een reden is verwijderd. En dat geldt niet voor personen alleen, dat geldt ook voor onderwerpen die jij, waar jij niks over mag weten. Want als jij erachter komt dat, een, dat iets wat je niet met je ogen kunt zien dodelijker is dan bepaalde dingen die je wel met je ogen kunt zien, dan heb je ze door en dat is nou precies niet de bedoeling. Ik daag je uit. Printen is een kaart van Nederland. Print gewoon een kaart van Nederland. En dan ga je daarop aankruisen waar alle 5G en in welke volgorde op datum is geïnstalleerd in Nederland. Ga dat maar eens uittekenen. Zet dan maar bolletjes neer of iets. Zodat je in één oogopslag ziet waar het begonnen is en waar we nu zijn met het bereik. En. Dan leg je dat aan de kant en dan print je datzelfde kaartje. Dus zonder al die 5G-locaties, die print je weer uit. Weer een lege kaart van Nederland. En dan ga je daar ga je op aankruisen wanneer, waar, op volgorde van datum corona is uitgebroken. Vanaf 2020. En dan ga je, als je daarmee klaar bent, dan ga je die twee kaartjes naast elkaar leggen. En dan ga je weer met mij in discussie en dan ga je mij weer uitleggen dat het allemaal totale onzin is dat 5G iets te maken zou hebben met corona. En dan ga ik je, als je dan nog steeds zo blind bent, dan ga ik je dus in contact brengen met mensen die het zelf persoonlijk al een jaar lang elke dag aan het onderzoeken, natrekken en verifiëren en nog eens aan het verifiëren zijn. En tot exact alleen maar die conclusie komen. Maar goed, daar gaat ook deze video niet over. Uh, indirect misschien wel, maar direct niet. Maar ik heb weer heel veel gezegd. Ik hoop dat het in ieder geval duidelijk is dat wij dus een ander perspectief, zowel toekomstperspectief als uitgangspunt hebben. Bij wees de weerstand. Wees de weerstand. Waar komt dat vandaan? Wat is dat voor een uitspraak? Jacobus 4, dames en heren, daar staat. In de Bijbel, het woord van God. Daar staat: "Onderwerp je aan God en bied weerstand aan de duivel en hij zal en dat is een belofte van God, nadat jij je hebt onderworpen aan God en hij zal van je vluchten." En dat is wat er aan de hand is. Men weigert zich te onderwerpen aan God, maar wil wel weerstand bieden aan de duivel. Nou, de... Dat is de grootst mogelijke onmogelijkheid, nonsens die er bestaat. Als jij je weigert te onderwerpen aan God, dan ben je al in dienst van de duivel. En dat wil je niet accepteren. Maar daar kom je wel achter, want je hebt het nu gehoord. Je hebt nu de waarheid gehoord. Nu je deze video hebt gezien, heb je het woord van de waarheid gehoord. En dat zal je blijven achtervolgen totdat je je onderwerpt aan God. En hoe doe je dat? Dat doe je heel eenvoudig door je leven met je mond sprekende over te geven aan Jezus Christus. Dan zeg je als het waar is, je praat je alleen met God. Daar heb je geen ander mens bij nodig. Mag wel, moet niet. Praat je met God. Zeg je tegen, vraag je aan God jouw zonden die jou Afhouden van God, die scheiding hebben gebracht tussen God en jou. Dat is wat verkeerde handel en wandel doet. Maar als je denkt dat je perfect bent, dat je alles goed doet. Nou, uh, ga vooral door zo. Dan kom je er op een andere manier achter. Hopelijk voor jou niet te laat. Nadat je je laatste ademhuid uit hebt geblazen, is het te laat. Dan kunnen de tienduizend mensen bij je graf gaan staan bidden of God je wil zegenen en rustig wil laten slapen te laat. Al die 10.000 gaat niet meer werken. De keus is aan jou, want jij hebt die vrije keus gekregen. En als jij die richting de verkeerde kant maakt, dan zijn de consequenties die daarbij horen ook van jou. Zo simpel is het. God heeft het heel makkelijk gemaakt voor ons mensen. Eén weg, één waarheid, één leven. En zijn naam is Jezus Christus. Je vraagt bijvoorbeeld, je gaat nu nadat je deze video hebt gezien. Sluit je, je eigen even op in je kamer. En je gaat één op één met God praten. Je gaat God vragen: Heer Jezus, is het waar wat Hans hier heeft gezegd? Is het echt zo dat er maar één weg, één waarheid en leven is? Bent u echt de enige? En als dat zo is, wilt u dat mij dan openbaren? Wilt u dat mij laten weten? Wilt u mij dat laten zien? En dan gaat hij 100% gegarandeerd jou antwoorden. 100%. Als je oprecht die vraag aan God stelt, gaat hij jou oprecht. Man, je hebt geen idee. God wil een miljard keer in het kwadraat meer met jou in contact komen dan dat jij met hem in contact wil komen. Ik kan niet eens onder woorden brengen hoeveel hij om jou geeft. Het feit dat jij nu naar deze video zit te kijken is geen toeval. Het is God zelf in zijn oneindige goedheid die jou naar deze video geleid heeft. Die jou de genade schenkt als een cadeau, het grootste cadeau ooit in het universum, om. Je leven aan Hem te geven, zodat je opnieuw geboren wordt vanuit de geest van God. En daarmee voor eeuwig, ik herhaal, voor eeuwig tot in alle eeuwigheden, gered bent van het kwaad. Want je kan wel zeggen gered. Maar ja, waarvan ben je dan gered? Want dat impliceert. Dat er iets is waarvan je gered moet worden. Nou, dat is namelijk het kwaad wat in de wereld en in het universum aanwezig is. En dat is 2000 jaar geleden voor eeuwig op non-actief gesteld door Jezus Christus. Door Hem te aanvaarden, aanvaard je Zijn overwinning voor eeuwig over het kwaad. En dan gaat Hij jou leren om in Zijn goedheid. Te leven, te handelen, te wandelen, te denken in eerste instantie. Je wordt dan hervormd, veranderd door de vernieuwing van je denken. Dit orgaan wat hier zit, stuurt alle andere organen aan. Als het hier niet goed komt, dan komt het bij de rest ook niet goed. Nog het allerbelangrijkste is te realiseren: jij bent niet je lichaam. Mensen kunnen je lichaam doden, maar ze kunnen niet je geest en je ziel doden. Dat kan alleen God, als Hij de duivel moet toelaten, omdat jij Hem hebt geweigerd. En toch ben je banger voor mensen dan voor God. Dat is nou precies wat het woord van God zegt. Wat mensen vrees? Wat heb je te vrezen voor mensen die alleen je lichaam kunnen doden? Vrees God, die zowel lichaam, ziel als geest tot in alle eeuwigheden kan doden. Maar belangrijker nog, kan redden! Wil redden! Hij heeft jou zo lief dat alle haren op je hoofd, die zijn geteld. Hij weet precies hoeveel het er zijn. Hij wil niks liever dan dat je gered wordt. Het is allemaal. Vanuit de onmetelijke, niet te beschrijven, onvoorwaardelijke liefde. En dat is het gebrek, de absence of God, de absence of love. Dat is de allerdiepste, overal aan ten grond, grondslag liggende oorzaak van de ellende die we in de wereld zien. Het gebrek aan Goddelijke, onvoorwaardelijke liefde in het hart van de mens. En daarom is Jezus de enige weg, de enige waarheid en het enige leven. Omdat hij jouw hart vernieuwt. Daar begint alles. En nee, dat kan niet via meditatie. En dat kan niet door chakra's en al die bullshit. Dat kan door geen enkel mens, geen enkel handel, geen enkele handeling, geen religie, niets. Alleen God zelf kan dat en heeft dat al bewerkt, maar kan dat in jou bewerken. Niet doordat jij iets moet produceren of presteren, nee, Alleen doordat jij het aanvaardt. Je aanvaardt hem, daarom is het ook uit genade. Amazing grace. How sweet the sound. That saved a wretch like me. Nou, en ik was ook een wrak hoor. I once was blind, but now I see. Eens was ik blind. Blind door de zonde, blind door de scheiding die mijn eigen zonde had gebracht tussen God en mij. Denk maar aan dat kleine kind wat geld jat uit de portemonnee van zijn moeder. Hij kan niet meer normaal met zijn moeder praten zolang hij dat niet heeft opgebiecht. En nu in het groot: elk mens zondigt tegen God, per definitie. Het woord van God zegt in de psalmen: God keek vanuit de hemel naar de aarde om te zien of er één mens goed was, één rechtvaardig, één die goed deed. En wat zag hij? Er was er niet één. Niemand! Niemand goed genoeg! Niemand! Allen derven zij de heerlijkheid van God. Wat betekent dat? Dat betekent dat als, als God. Hier in de Kamer zit en jij komt daar naar binnen, dan heb je meteen het licht gedoofd omdat jij daar naar binnen kwam. Je doet God tekort. Je bent een zondaar. En nee, ik heb het niet over kerkelijke instituten die mensen manipuleren door ze zich schuldig te laten voelen. Ik heb het over de keiharde realiteit van leven en dood op deze planeet. Er is niet zoiets als: ik ga naar McDonald's en ik kom als een hamburger naar buiten. En er is dus ook niet zoiets als: ik ga naar de kerk en ik kom als christen naar buiten. Bagger, bullshit, religie, nonsens, curl ook weer misleiding, net zo misleiding als dat je elke dag gaat zitten te mediteren met een kaarsje erbij en wierook en chakras opdreunen, allemaal bullshit, misleiding uit de bron van het kwaad, hetzelfde kwaad wat Hitler heeft geïnspireerd, alleen op een op een gladde, smerige manier. Want dat brengt je uiteindelijk naar diezelfde plaats, de hel. En dat is het Evangelie, wat in Nederland gepredikt moet worden, dames en heren. Dat is het kruis. Ik moet creperen. Jezus moet leven in mij. Daar is, dat is de kern. Daar gaat het om. En niet. Enorme worshipdienst met lichtshow en... Uh, uh, uh. En dan adviseren. Ja hoor, uh, uh, God heeft de, de artsen geïnspireerd om een, uh, een volkomen veilig vaccin te creëren. Dat is echt uh, ja, van God gegeven dus. Ja, je bent wel erg uh, God ongehoorzaam als jij je niet laat vaccineren. Dames en heren, dat zijn de herders van de hel. Die worden geïnspireerd door hun eigen vlees onder invloed van demonische krachten. Weigeren enige vorm van, van, van inzicht te verkrijgen, onderzoek te doen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Het enige vaccin wat je nodig hebt is de Heilige Geest. Tot in de volgende video. Vergeet mensen. Jullie zijn super belangrijk. Dit korte stukje wil ik jullie even bedanken. Iedereen die gedoneerd heeft in de afgelopen tijd, super, super bedankt. Zonder jou hadden we deze video niet kunnen maken. Dat is echt absoluut niet overdreven. Het kost ontzaggelijk veel tijd, veel geld.